straks op 1. Roxane Kneteman viert met ons het goud van baanwielrenster Shanne Brass-Pennings. Shanne Brass-Pennings, goud op de kruin! Ondernemers Tim Coronel en Rasmus Emmelkamp roken geld en stapten in de commerciële coronatest. Miljoenen mensen zijn verslaafd aan pijnstillers. Stom voor haar. En Stefanie Juliana Harmsen kunnen daarover meepraten. Wat is het gevaar en hoe kom je er vanaf? Hoogleraar Albert de Ham komt met de diagnose. En mocht u de slaap niet kunnen vatten, stem dan volgende week af op Frits Spiets en zijn nachtelijke radioprogramma De Slapeloze. Dat is iedere nacht. Naar de ster op 1. Hele goedenavond. Er was weer goud, zilver en brons in Tokio. Roxane Kneteman over de spanning met het baanwielrennen en het succes van Shanne Brass-Pennings. Ondernemer Tim Coronel en Rasmus Emmelkamp zagen een gat in de markt en verdienen nu dikke duiten met commerciële coronatesten. En Tom Verhaar en Stefanie Juliana Harmsen slikten pijnstillers alsof het dropjes waren. Wat is het gevaar en hoe kom je ervan af? Professor Albert de Ham schudt ons wakker. En Frits Spits schiet mensen te hulp die 's nachts niet kunnen slapen in zijn radioprogramma De Slapelozen. Het is bijna 11:55. Welkom op 1. Ja, dit zijn onze gasten en we beginnen natuurlijk met het nieuws wat onze tafelgasten opviel. We beginnen met jou, Roxane. We gaan het straks hebben over die plak natuurlijk in het baanwielrennen, jouw sport. Maar er waren ook twee andere dingen waar we toch bij stil moeten staan. Ja. Vertel. De twee medailles op de meerkamp. Ik was gisteren heel erg naar aan het kijken. Vandaag heb ik het een beetje gemist. Maar gisteren stond er eentje daarvan. Anouk Vette. Anouk Vette, de rechter. Ja, die stond aan de leiding. Toen dacht je, wat is dat stof? En nu hebben we ineens twee medailles op de meerkamp als Nederland. En wat gebeurt er dan met jou? Ja, dan word ik wel enthousiast. Want ik vind atletiek sowieso heel, heel tof. En zeker als een Nederlander of een Nederlandse goed doet in atletiek. Dat is natuurlijk echt de grootste sport. En wat ik helemaal mooi vond, was dat in het begin van, op het begin van de Spelen zeiden ze van, we willen Sydney, de medailles verbreken van Sydney. En het begon natuurlijk allemaal niet zo goed. En er was een beetje een rouwstemming. Dat is natuurlijk al gek, want wij hadden de verwachting. Wij. Het gaat niet om ons, maar het gaat om de sporters. Mm. Maar de verwachting van ons was hoog. En er was een beetje een rouwstemming. En woensdag moest ik er vroeg op voor de tijdrit van de vrouwen. En toen die roeiers haalden de ene medaille naar de andere. En toen is het omgeslagen. En nu zijn we nog niet klaar. We hebben het record van Sydney al verbroken. We zijn een jubelstemming. En we gaan er straks nog veel verder op door, want het hele baanwielrennen, daar is van alles over te vertellen. Een superspannende sport. Maar eerst Tim Coronel. Ook wel sportgerelateerd, hè? Ik vind sport wel leuk. En de Olympische Spelen, we hadden het natuurlijk bovenal over. Ja, we hebben het over de motorsport natuurlijk. Oh, de motorsport. Ja, heel veel nieuws vandaag. Ja. No. Nou, eigenlijk treurig nieuws wat mij betreft. De dokter Rossi, die stopt ermee. Na 9 wereldkampioenschappen, 151 overwinningen. En ja, ik moet zeggen, ik vind het voor mij echt wel een held. Niet alleen voor mij, voor de hele wereld. Wat is die man de dokter? Ja, weet ik eigenlijk niet. Hij heeft op een gegeven moment, hij is boven de sport uitgekomen. En hij heeft de sport beter op de kaart gezet. Net zoals Senna, Schumacher. Ja, het is gewoon een boegbeeld voor miljoenen mensen. En dit is de tribune die naar hem vernoemd is? Ja, en Assen is dit. Ja, het is echt, het is gewoon een held. Ja. Jammer. Hij kan nu lekker rust gaan. En waarom stopt hij? Ja, hij is wat ouder geworden. Eerlijk is eerlijk. Hij zat al een beetje dit jaar in een B-team. Hij reed altijd voor het fabrieksteam. Maar ja, in zijn hart, hij wilde door. Hij is een racer. En alleen nu merkt hij toch wel, ook misschien wel fysiek, en dat de jonkies of de nieuwe lichting eigenlijk toch wel, ik moet me erkennen, meerder erkennen in de anderen. Ja. Tom Verhaar, ook eigenlijk Tom Verhaar, excuses. Ook een vertrek. Sportgerelateerd. Een verdrietig vertrek, hè? Nou ja, mijn hart brak. Ik ben na Ajax een heel groot Barcelona-fan. En eind van de middag kwam het plotseling nieuws dat Messi weggaat bij Barcelona. En dat is toch wel een schok. Want daar zit hij ook. Want waar gaat hij naartoe? Wie kan het salaris betalen van Messi? Manchester City. Manchester City of Paris Saint-Germain, dat zijn de enige clubs. Maar even, is die man op zijn retour inmiddels of niet? Want hoe lang blijft hij top? Ja, maar als je Copa Amerika... kan ik hem kopen voor 60 miljoen of zo? Als je Copa Amerika gevolgd, dan heb je gezien dat hij nog steeds in topvorm is. Ja. Hij is kampioen geworden met Argentinië. Ja. Ja. Eind van het seizoen met Barcelona, trok hij de car weer ook bij Barcelona. Maar de reden, want er zijn ook geruchten dat het komt door de trainer. Frits, jij weet wie de trainer is? Ja, Koeman. Ja, toch? Maar daar komt het niet meer door. Nee? Het komt door de salariseisen.
En Barcelona moet dus de begroting sluitend krijgen. Ja, ja. En die kunnen dus de salaris niet betalen. Nou ja, hij vindt vast wel weer een ander mooi plekje. En de kans zit erin dat ze de salaris van Memphis dus ook niet kunnen gaan betalen. Ach, wat sneu allemaal toch, zeg. Ja. Ja, dat is echt. Barcelona zit echt in financiële problemen. Maar waarom zakt hij niet gewoon dan in prijs? Omdat hij bij de andere club. Even jongens, ik ben de laatste die over hoge salarissen klaagt. Maar we hebben het hier over serieuze salarissen, toch? Ja. En wat verdient hij transferprijzen van? Ik weet niet wat hij verdient. Maar ik ben wel benieuwd als hij bij een andere club speelt, wat er met hem gebeurt. Want we kennen hem alleen maar inderdaad in het shirt van Barcelona. En ik vroeg me eigenlijk de laatste 2 jaar af of hij niet een beetje een schop onder zijn kont kon gebruiken. Ja. Een nieuwe omgeving. Dat zijn dingen die jij je best vaak afvraagt dan. Niet best vaak. Maar af en toe dacht ik van, zou een nieuwe omgeving niet goed voor hem zijn? Dus ik ben heel erg misschien gaat dat dan nu gebeuren. Ik ben heel erg opleving. Ik vind het een goede voetballer, hè? Maar ik dacht wel, misschien een nieuwe omgeving zou goed voor hem zijn. Oké, sport en spel. Frits, serieuzere kwesties. Ja, Timoskaya, de Wit-Russische atleten. Ja. Dat vind ik toch wel een buitengewoon tragisch verhaal. Dat ze nu in Polen persconferentie moet geven en daarbij ook haar bezorgdheid over haar ouders uitspreekt. En haar vriend die nu ook naar Polen gaat. Wat er allemaal gebeurt onder die Lukashenko, die een ijzeren regime. Nou, laten we eerst maar eens even kijken wat ze in die persconferentie geeft vandaag. Hè? И все, что я хотела высказать, это только то, что кто-то должен понести ответственность за эту ошибку, и я никаким образом не пыталась связывать это с политикой, поэтому то, что произошло, для меня стало большим удивлением. Да, я бы очень хотела вернуться в Беларусь. Я очень люблю страну свою, это моя родина, я не предавала свою родину. Я надеюсь, что все-таки в будущем я вернусь в свою свободную Беларусь. Ze zijn wel machteloos. Ja, maar niet om politieke redenen. Hè. Ze had gewoon kritiek op de coach die haar een idioot nummer wilde laten lopen. Dat is het enige wat ze heeft gezegd. Staat ze ook niet een beetje op de rem? Het gevoel dat ze... Er zit ook wel iets van politiek, toch? En alles is daar natuurlijk politiek in. Er wordt politiek van gemaakt. Ja. Maar zij heeft gezegd dat ze niet politiek actief is. Dat ze van een land houdt. Ik geloof haar ook. En dat het nu politiek gemaakt wordt door Lukashenko en door dat regime. Niemand is daar veilig. Denk aan die man die in Oekraïne is opgehangen. Het is echt verschrikkelijk. Ja. Is het ook een manier om een soort van schrikbewind in je land te creëren? Ja, natuurlijk. Dit heeft binnenlands politieke redenen. Ja. Om dit om haar even te tuchtigen. Jouw nieuws. Ja, ik las vandaag het nieuws dat de GGD aangifte heeft gedaan tegen Willem Engel. Het virus waarheid of waanzin. Mm-hmm. Omdat hij opgeroepen heeft om mensen op priklocaties van de GGD daar foto's van te maken. Omdat dat wellicht in de toekomst als bewijs kan gelden. Hij had een tweetje gestuurd, hè, waarin hij opriep. Deze tekst. Nee tegen de prikbussen. Zorg ook dat je alle medewerkers fotografeert. Voor later, zullen we maar zeggen. Hij is zich op een burgeroorlog aan het voorbereiden of zo. Nou, ik vind dat iedereen alles mag zeggen. Ook Willem Engel. Maar op het moment als je mensen die gewoon hun werk doen... Ja. Als je gaat oproepen om die mensen te fotograferen... met hun gezicht en misschien op internet te delen... dan ga je wat mij betreft een stap te ver. Wat krijgen mensen in de teststraten daar ook mee te maken? Ik zal je vertellen dat ik afgelopen 2 weken... bij misschien wel de helft van mijn teststraten beveiliging heb neergezet. Ja? Omdat je al aanwijzingen had dat... Nee, dat had daar niks mee te maken. Maar mensen zijn soms wanhopig omdat ze een uitslag willen hebben. In het nieuws horen dat bij veel teststraten het niet goed gaat... Die willen vordringen of die... Nou, maakt niet uit. Ik heb gewoon geen zin dat mijn medewerkers daar de dupe van worden. We gaan naar toch wel die explosie van succes bij het baanwielrennen. Want na de gouden race van de sprintploeg afgelopen dinsdag... raced Sjanne Braspenning vanochtend ook naar goud op het onderdeel Keirin. En er zit nog veel meer in het vat. Ja, Roxanne, laten we eerst even naar de prestatie van Sjanne kijken. Ja, geweldig. Leg mij uit hoe fantastisch dit is. Ja, super. Ik zat super. Niet helemaal in baanwielrennen. Dus... Zou je even mee? Oh, dat geloof je niet? Nee, echt. Het was een geweldige race. En Sjanne, dit is wel echt haar onderdeel. Dit vindt ze leuk, hier is ze goed in. Nou ja, dat hebben we vandaag gezien. Maar zoals ze vandaag won, zo oppermachtig. Ze ging, geloof ik, op anderhalf ronde voor het einde ging ze aan. En... Dat heet aangaan. Ja, aangaan. Dus ze gaat de sprint aan. Ze gaan al heel hard en dan gaat ze eigenlijk met de versnelling over de rest heen. Even kijken, ze gaat aan. In. Niets aan het toeval overgelaten. Alles doen op eigen snelheid. Ze doet het gewoon. Sjanne Braspennings.
Ja, mooi hè? Ja, en het is niet vanzelfsprekend dat ze deze medaille haalde, want ze had 6 jaar geleden kreeg ze nog een hartinfarct. Ja, en dat was ook de reden dat ze niet reed in Rio. Daar was ze wel. Dus de Spelen in Rio. Zich super teruggeknokt. En ik ken haar niet heel erg goed, maar wat ik van haar ken is dat ze altijd heel serieus is. En ze was altijd een beetje samen met Elis Lichtley, de uitredend Olympisch kampioen. Elis was echt die bulkte van het talent. Mm. En Shanne die is gewoon echt zo'n harde werker. Dat straalde ze ook uit. Dat zegt haar vriend ook, Jeffrey Hoogland, in een interview. Ze werkt soms harder dan dat ik doe. En als je dat dan kan af kan maken met de gouden medaille op de Spelen, is zo ontzettend tof. En dan moet je toch even iets meer uitleggen over dat hele onderdeel. Want we hebben dus echt een heel college gehad van de redacteur die dit heeft voorbereid. Keirin, ja. Dus. En dat Keirin. Is dus de bedoeling dat je eerst... Jij kan het beter uitleggen. Ze starten op een rij. En dan worden ze vastgehouden en dan komt er een dernie. Een dernie maakt normaal geluid, maar deze is elektrisch. Maar dat is deze man voorop, die man voorop. En dus de rensters worden weggeduwd door hun vasthouder. Die sluiten aan. Dan mag je ook de eerste 2,5 ronde niet voorbij de dernie. Dus achter die man moet je blijven. Die trekt eigenlijk de snelheid geleidelijk op naar ongeveer 50 km per uur. Dan is er nog 3 ronden te rijden. Dan stuurt hij uit de baan en dan gaan ze los. En dan is het tactisch wat je gaat doen. En dan moet je proberen als eerst over de streep te komen. En wat is dat tactische daaraan dan? Want je zou dus ook gewoon zeggen, daarna ga je gewoon volle bakken wie het eerste over de finish is. Die wint. Nou ja, dat zou een tactiek kunnen zijn, maar dat is nog wel 750 meter. Dat is best lang voor een sprinter. Nee. Of een sprinter. Ga ik hem aan? Wat je zag net, ze rijden op een rijtje met z'n zessen. Nou, als je als laatste zit, ga ik hem al aan? Of ga ik hem nog niet aan? Ga ik rustig naar voren? Ga ik wel mee? Ga ik niet mee? Ja, je zit in de wind van de ander, dus in de slipstream. En dan ga je harder. Dus daar zit je op te wachten. Dus eigenlijk wil je niet te vroeg op kop komen. Ja. Maar ook niet te laat. Dus je wil niet worden opgesloten. In de series waren echt een paar hele goede namen die raakten opgesloten. Ja, en dan kan je er dus niet meer door. Shanne ging hem aan. Nou, ik denk 1,5 ronde voor het einde, vlak voor de bel. En niemand kwam er meer overheen. En dat is dus een tactisch besluit, maar dat kan je niet... Sterk zijn, hoor. Ja. Het is tactiek en heel sterk, want het gaat gewoon belachelijk hard. En, belachelijk, we tellen snelheden van 70, 75 km per uur. Ja, ik denk dat hun... Tegenwoordig fietst in Amsterdam iedereen dat elektrisch. Ja. Ze rijden natuurlijk heel dicht op elkaar. Want je wilt je positie behouden en het is een heel spectaculair. Want zij reageert emotioneel natuurlijk. Laten we even kijken. Ja. Besef je het? Nee. Echt nog. Toen ik over de streep ging, dacht ik echt, wat heb ik gedaan? Ik ben gewoon Olympisch kampioen. Zeg maar, ik weet het niet. Een geweldige race. Hoe heb je je race gereden? Ja, zeg jij het maar, ik weet het niet meer. Ik ben op een moment gegaan dat ik dacht dat ik moest gaan. En ik hield het tot de streep. Ik weet het niet meer. Nou, relatie ook met wel mooi, Want een vriendje was er ook meteen bij. Maar er was ook een beetje onrust over. Ja, maar hij was zo aan het toejuichen, die Jeffrey. Terwijl hij zelf nog moet... Wat ik heel mooi vond... Finale moeten. Ja, ze gaat dus, ze heeft een relatie met Jeffrey Hoogland. En Jeffrey zit in de race voor een gouden medaille. Ja, een gouden medaille op de sprinttoernooi. Zijn tweede? Ja, zijn tweede. Want hij heeft dinsdag alleen gewonnen, ja. Ja. En zo'n sprinttoernooi is best wel pittig. Kost je veel energie, vraagt je veel energie. En ik zag hem zo aanmoedigend. Het eerste wat ik dacht was, gast, hey, chill een beetje. Ja. Jij zit volop in je sprinttoernooi. Dat is het moment waar jij naartoe hebt gewerkt. Maar aan de andere kant moest ik ook weer een beetje om mezelf lachen. Want hoe mooi is het dat je dit samen kan delen? En, want als topsporter... Ja, dat samen, dat wil ik toch wel... Want chill. Ik bedoel, jij doet het ook met een baanwielrenner. Is dat een beetje... Wielrenners zitten elkaar de hele dag in het wiel. Hoe gaat dat? Dat is heel chill, joh. Ja, toch? Ja. Iedereen heeft wel een beetje... Nee, nou, dat is inderdaad... Oh, die heb je hem. Oh, leuk. Ja. Dat is dus af en toe best wel gek. Want je dat bent is Wim, hè? Dit is Wim, ja. Wim Stoetega. En dat is best wel gek, want je bent
zo met jezelf bezig, maar je hebt ook een relatie met elkaar. Dus je zit je gunt het elkaar. Ontzettend. Het is niks mooier. Je krijgt energie. Ik race ook samen met mijn vrouw. En, ik, heel en met je broer. De hele ook nog. Maar het is niks moois als iemand waar je van houdt het heel goed doet in sport, waar hij naartoe gewerkt heeft. Het is ook mooi dat ze gewoon straks 2 gouden medailles dus mee naar huis. Ja, mee naar twee huis en nu nog 2. Misschien nu nog 2, misschien zelfs nog 3. Ja, want vlak Sianne niet uit in het sprinttoernooi over... die beginnen denk ik morgen. Ja, denk ik. Ja, morgen. Sianne is echt in vorm, want wat zij laat zien op die keirin... dat kan je echt alleen doen als je supersterk bent. Dus, we hebben het eigenlijk over familie, vrienden. Ja. Jij hebt de hele familie, maar toch. Want eerst natuurlijk, toen ik aan jou dacht... dacht ik ook een beetje aan jouw vader. Ja. De grote wielerlegende Gerrie Kneet. Want dat de Kneet, zo kennen we hem toch eigenlijk. Ja. En, dus het is ook een familie... Ja, je krijgt het eigenlijk gewoon via de familie binnen. Zullen we even aan het glorieus moment van jouw vader kijken? Ja, leuk. Ik mag mijn arm om je heen zetten. Je moet je vast houden. Ik hou je vast. Hoe voel je? Fantastisch, hè? Ja, ik kan niet zeggen, man. Ja? Oh, je mag janken. Als je weet dat ik allemaal meegemaakt heb vandaag, ga je niet mogelijk. Alles ging. Ik ben de gelukkigste mens op de wereld vandaag, eerlijk waar. Ik wist niet dat ik dit wil gewoon eerlijk. Nou, je kan het. Ja. Jullie hopen dat ik ook zo hier ga zitten, hè? Dat stond wel in mijn script. Hier gaat ze heen. Ja, dat is toch uittriggerd. Hij triggert zeker, want het zijn natuurlijk hele mooie beelden. En, hij kon ook fantastisch vertellen op de radio. Ja. Echt schitterend. Ja, sowieso. Toen ik begon met fietsen, gingen we vaak samen naar de wedstrijden toe. Ja. En ik was puber, dus ik nam niet alles aan wat hij zei. Maar dat waren eigenlijk achteraf, als ik aan denk, de autoritten heen en terug waren geweldig. Want hij had zulke mooie verhalen. En dat was natuurlijk niet alleen over het fietsen. Het was gewoon een hele fijne man. Hij kon heel goed vertellen. Ja. Je bleef naar hem luisteren. Je hing aan zijn lippen. Ja. 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 Ja, een van de eerste sporters, denk ik, die zelf zijn eigen commentaar iedere dag De Kneedstory. Dit was, hij won daar de Amstel Gold Race. Ja, Amstel Gold, tweede keer. Ja. En daarvoor had hij een zwaar ongeluk gehad. Ja. En eigenlijk wist ik zelf nooit zo hoe zwaar dat ongeluk was geweest. Ja. Maar Andere Tijden Sport heeft er een rapportage over gemaakt. En toen pas besefte ik dat hij eigenlijk een heel ernstig ongeluk had gehad. En toen snapte ik ook beter waarom hij nou hier zo emotioneel was en waarom het zo'n beladen wedstrijd is. En het zijn zeker hele mooie beelden. Ja, en over een zwaar ongeluk. Er ging vandaag ook iets gruwelijk mis. Laurine van Hisse raakte in de kwartfinales uit balans en die viel ook. Wat zien we hier nou gebeuren? Want het ziet er heel heftig uit. Ja, nou... Zat ze in het wiel van iemand anders of zo? Nou, ze is eigenlijk aan het vechten. Dat zien we eigenlijk net niet. Maar ze is eigenlijk een beetje aan het vechten, zo noem je dat. Om haar plekje te houden en hem niet weg te geven. En ze, weet je, het gaat zo ontzettend hard. Dus elk zwiebertje wat iemand geeft, wordt eigenlijk een beetje uitvergroot. En zeker omdat het tempo hoog ligt in die bocht, dan moet je hem houden. En ze gaat omhoog, maar ze blijft net hangen achter het achterwiel van een andere renster. Ja, en dan ben je kansloos. En dan klap je... Ja, ze klapt gewoon heel hard op de baan maar neer. Want even, we turven. Een paar gebroken ribben, sleutelbeen gebroken, gekneusde long. Ja, buiten Westen. En in het ziekenhuis dus nu. Best wel lange tijd. Ja. Maar dit gebeurt wel vaak met dit. En de keirin is ook zeker een heel spectaculair. Ik vind de beelden niet zo fijn, dus ik kijk even naar jullie. Maar de keirin is een heel spectaculair onderdeel naar te kijken. Omdat het snel is, zitten dicht op elkaar. En dat maakt natuurlijk het leuk om naar te kijken. Maar het is zeker een heel gevaarlijk onderdeel in het baanwielrennen. Want er zijn gewoon harde valpartijen. Maar dat is van de snelheid. Waar ik een beetje naar op zoek was vandaag, was eigenlijk dat, en dat moet Frits ook meteen begrijpen, het prachtige woord van het wielde, de surplus. Ja. De surplus. Dus ik heb in research met de redactie. Wat is de langste? 1957. Heb jij dit nog live gezien, Jord? Ik ben nog van voor de televisie. Ik ben nog op zwart-wit radio. Maar, het wereldrecord surplus, althans wereldrecord, dat bestaat niet. Ik geloof 63 minuten. Maar zelfs dat mag allemaal niet meer. Nee, dat duurt maar te lang. Het sprint is heel erg geëvolueerd en is steeds sneller gegaan. De versnellingen
zijn steeds zwaarder. Dus dit is toch groter. Prachtig? Dit is toch een dans die ze doen? Met elkaar. Ja, alleen tactisch, toen... Ja. Ja, waar het Plas eigenlijk belangrijk voor was... was dat je eigenlijk niet te vroeg op kop wilde komen. Nee. Dus eigenlijk wilde je uit het wiel komen van die ander. Omdat die baan was groot. Ja. Open banen, dus er stond heel veel wind. Nou ja, zoals je nu ziet, de baan in Tokio is... alles behalve open en lange rechte stukken. Maar het mag nog maar 30 seconden, moet je door. Ook dat, maar ja. De efficiënt, ja, het is niet meer zo echt nodig om op zijn plas te staan. Want je wil eigenlijk... Oh, sorry. Nee, ja. Maar morgen is dus dan die finale sprint mannen. Gaan we dit dan nog wel zien? Nee. Nee, helemaal niet? Ook niet 30 seconden? Absoluut niet. Nee? Want juist in Tokio, en je ziet eigenlijk alle sprintritten... Ja. Ja. Worden bijna van kop gewonnen. Omdat het zo'n snelle baan is, wil je eigenlijk op kop beginnen. En... De Surplus is juist bedoeld om niet op kop te beginnen. Ja. Dus ik denk niet dat we hem gaan zien, maar hangen we er niet aan op. Sorry. Ja, ja. Ze keken hier toch naar. Maar goed, medailles verschijnen. Absoluut. Toch? Ja, wordt een mooie dag morgen. Want ook met de kopkoers vrouwen. Kijk. Mooie dag te zien. Leuk. De Gouden Vrijdag zou het kunnen worden. Absoluut, want de vrouwen maken veel kans en de sprinters ook. Ja. Oh, wat fijn. Morgen is er weer een opeens. Zover is het spel, jongens. We gaan het over... Corona is niet alleen maar slecht nieuws voor iedereen, hoor. Want handige Harry's en Tim's die openen talloze testcentra en profiteren van de wachttijden bij de GGD's. Heb je klachten die lijken op COVID-19, dan moet je je laten testen. Maar dat is op dit moment zo goed als onmogelijk. Wie zich wil laten testen, die loopt hier tegenaan. Er is geen postcode te vinden waar je op dit moment terecht kan. Helaas is de laboratoriumcapaciteit die we nodig hebben onvoldoende. Dus wij zijn ook gelimiteerd in het aantal mensen dat we per dag kunnen testen. Ja, waar de overheid te traag bleek, bloeide de markt op voor commerciële testen. Er wordt dus veel geld verdiend en dan dient zich in dit land altijd een... de schuine blikken dienen zich dan aan. Als mede de vraag, corona en commercie, kan dat wel? Ja, Rasmus Emmelkamp. Ja. Voor het uitbreken van de coronacrisis was je horecaondernemer... zat je in de rondvaartboten in Amsterdam. Wat was voor jou het moment dat je dacht van... die coronatesten, daar moet ik maar eens in gaan verdiepen. Was dat dit wat we hier zagen op het journaal, dat allemaal zo traag ging? Ja, niet werkte? Ja, ik doe dit samen met een paar andere ondernemers... met wie ik de horeca en de rederijen doe. En eigenlijk had ik samen met een compagnon van mij... allebei in dezelfde week hadden wij een nare ervaring. Ik had een kok, die had een loopneus... en we waren 2,5 maand dicht geweest door de lockdown. Mm. Ik mocht net weer open. En toen zei hij, hey, ik heb een loopneus, ik kon niet werken. Toen duurde het 3 dagen voordat hij een afspraak bij de GGD kon maken. Het duurde nog 3 dagen voordat hij de uitslag had. En volgens mij zat er nog een zondag tussen waar er geen uitslag... Hoe dan ook, ik was hem een week kwijt. Hm. Resultaat, hij had geen corona. Ik had een week onzekerheid. Mijn compagnon die had zelf ook een loopneus. Of die was verkouden, die was naar de GGD gegaan. En ook hij kon in Amsterdam niet terecht, hij moest uitwijken. En hij, op een gegeven moment kwamen van jongens, dit moet toch sneller kunnen. Dit kunnen wij beter, dacht jij. Ja. En dat is zo geschieden. Jouw verhaal, Tim. Ik ken jou alleen maar als een man die heel hard rijdt. Niet zo snel testen. Ook wel, hoor. Nee, eigenlijk is het allemaal een beetje per ongeluk gegaan. Wij waren de Dakar-auto aan het bouwen in juli, augustus, september, oktober en november. Ja, en zo'n pandemie met z'n 14 om 4 vierkante meter rennen. Dat is natuurlijk onhandig. Dus toen kwam een vriend met de oplossing. Want je bent als ondernemer op zoek naar oplossingen. En toen zijn we in de sneltesten bij de jongens weg gaan doen. En toen zat er iemand bij mij aan de bar. Die had ook een heel groot bedrijf. En ook allemaal personeel weg. Ik zeg, hier heb je sneltesten. Nou, en zo is dat per ongeluk ben ik er ingerold. En in de sneltesten. En zo ontzorg ik heel veel bedrijven. Die dingetjes gewoon, ja, deze, die is niet. Bij een importeur ingekocht en die doorge... Nou, ik regelde eigenlijk de leads voor hem. En dat was superleuk, heel veel mensen mee geholpen. En toen op een gegeven moment, één iemand die nam zoveel test af. Ik geloof 1,5 miljoen of zo. En die zei tegen me van, joh... Dat is Siewert van Linden, Nee. Zo heftig is het allemaal niet, hoor. En toen op een gegeven moment zei hij, waarom ga je geen teststraat doen? Want wij hebben nu die spuugtest. En mijn kinderen vonden het... Ik zit natuurlijk met die sneltesten thuis de hele tijd te poeren. En die zeiden, mijn kinderen die vonden dat helemaal niet leuk. Toen dacht ik, dat vind ik eigenlijk wel ontzorgend. Nou, en zo uiteindelijk ben ik er een beetje ingerold. Ja. En wij draaien nu 1,5 week. Dus laat ik het zo zeggen, de hoos zit ik niet in. Maar ik vind het wel heel leuk, een hele leuke materie. Maar het is eigenlijk best wel bijzonder dat een autocoureur... en dan iemand die zich bezighoudt met de horeca en met die rondvaartboten... dat die ineens... zoiets in zo'n pandemie stap. Ja, kan eigenlijk iedereen dat? Ja, maar je zoekt oplossingen. Hè? Kijk, net zoals uit de horeca, je doet niks, je hebt panden vrij. Je zoekt toch naar oplossingen om in ieder geval te zorgen. Wij zijn 9 maanden dicht geweest in totaal nu. Nou, de horeca zelf 12 zelfs. Dus je gaat gewoon naar opportunities zoeken. Ja, en dat ondernemerschap. Want run jij nu op dit moment op locaties die je al had bij de kartbaan... en
Een soort bakkerij die je hebt? Nou, we hebben in Hoofddorp bij het Brugrestaurant, ja, de Deli France en de Febo. Dat is al 18 jaar bij ons. Dat klinkt al meteen heel gezond. Maar, ja. Nee, nou ja, we wilden altijd een broodjeszaak, dus dat was zo ontstaan. En dan doe je best om er wat moois van te maken. Maar in de zomer heb je natuurlijk veel minder zakelijke lunches. Ja. Dus die ruimte hadden we over. Toen dachten we, nou, laten we dit eens proberen en doen. Nou, en ik vind het echt leuk, meen ik echt. Nou ja, en als je het erover hebt, over wat voor mensen daar dan komen, zo, zeker deze maanden, juli en augustus, zijn dat eigenlijk alleen maar vakantiegangers? Deze maanden kan je natuurlijk gratis laten testen. Nee, ons bedrijf bestaat nu ongeveer 10 maanden. We hebben denk ik meer dan 1 miljoen mensen getest. En als je kijkt vanaf juli is echt de vakantiedrukte begonnen. Toen heeft ook de overheid volgens mij 14 of 15 teststraatondernemers gezegd, jullie mogen voor ons de reistesten aanbieden, vergoed door de overheid. Daar is er nu een maand van voorbij. Ja. Maar die overheid betaalt iets van? 39 euro? Nee, dat verschilt. 19 euro, volgens mij 19,25 voor dat een antigeen. Dat is tijdelijk belastinggeld, dat krijgen jullie dan, ja? Waarom doen ze het niet zelf? Want die GGD's kunnen nogal wat prikken. Ja. Dan zouden ze dit ook moeten kunnen, of niet? Nou, de GGD is niet in het leven geroepen om mensen te testen om op vakantie te gaan. En ook niet om ze te testen om naar een voetbalwedstrijd te gaan. Dus je hebt meteen gezegd, laat de markt dit maar even oplossen. Ja, ook al zijn zij ook wel op dit moment de markt aan het helpen. Want het is gewoon een te grote vraag. Dus het is nu zowel de GGD als commerciële teststraten. Ja. Toch lezen we vandaag in Trouw dat bij het ministerie van Volksgezondheid 32 miljoen sneltesten liggen te verstoffen die bijna richting de houdbaarheidsdatum gaan. Dus die dan niet meer afgenomen kunnen worden. Ja, geldig. Klopt. Waarom gebruiken jullie deze testen dan bijvoorbeeld niet? Ik weet niet precies welke testen zij hebben, maar de testen die wij gebruiken, dat is van het merk Roche. Dat is een van de meest bekende die in Nederland gebruikt worden. Volgens mij ook van de overheid. Die zijn volgens mij een jaar en 2 maanden na productiedatum. Nee, en jij zegt 3 jaar? 3 jaar zijn ze. Maar met welke testen? De Flowflex. Ja, okay, dat... ja, alle supermarkten en alles. Ja. Okay, maar, dan, los van stel alle merken nou dat is het natuurlijk best wel niet te begrijpen dat je dus Volksgezondheid, VWS, die gaat dus bezig met testen voor toegang. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat dan bezig met dat testen voor reizen. Ja. En dan vervolgens heeft het ene ministerie die 32 miljoen testen over. En worden ze bij commerciële bedrijven dan ingehuurd? Het klinkt als grote aantallen, maar dat valt eigenlijk wel mee, hoor. Ja? Ja, want 32 miljoen. We zitten met 17 miljoen Nederlanders. Ja. Dat is 2 keer een test. Ik weet het niet. Dat is, in principe is dat moet het echt binnen een maand makkelijk op zijn, hoor. Ja. Laat jij 2 keer per maand testen? Ja, jij dus wel met zo'n Nou ja, ik doe sowieso 2 keer per week. Nee, op de kartbaan in huis hebben we natuurlijk die teststraten. Dus ja, daar ga ik op. De overheid heeft dagen gewoon, omdat ze natuurlijk met de mondkapjes erachter kwamen dat ze te weinig hadden. Ja. Hebben gewoon het zeker voor het onzeker genomen. En ik snap dat eigenlijk ook wel. Het is ook een moeilijke beslissing om die beslissing voor een heel volk te maken. Ja. Ik denk dat het nu voor de overheid zaak is om misschien ook met onze branche te praten. In ieder geval, ik sta ervoor open. Laat ons die testen kopen tegen de huidige marktprijzen. Ik hoef er niet extra korting op, maar hetgene wat ik nu bij mijn leverancier betaal, kan ik ook de overheid betalen. Dan kunnen we die voorraad verminderen. Ja. Want om wat voor bedragen gaat het? Jullie worden toch wel, die commerciële jongens worden ook wel vaak een beetje zo gekscherend als commerciële cowboys gezien. En geld verdienen. Nou ja, geld verdienen aan een pandemie. Dat is toch een beetje. Ze heeft een beetje gevoel. Zo'n smerig gevoel, toch? Nou, krijg je dat, in het begin kreeg ik wel criticus een beetje over me heen. Maar ja, nogmaals, allemaal bedrijven heb ik geholpen. En natuurlijk hebben we er wat centjes aan verdiend. Eerlijk is eerlijk. Maar je neemt ook het risico. Hè? Ik bedoel, ik heb ook een partij gehad waar ik gewoon 50.000 van die testen, gewoon 4 euro per test af mocht schrijven. Dus laten we dat ook even voorop stellen. Er zit ook een nadeel aan. En mensen die zeggen wat centjes, die belanden meestal op de quote 500. Gunt nee, een, maar sorry. Dat is niet de bedoeling. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Nogmaals, ik ben er ingerold om bedrijven en vrienden om me heen te ontzorgen. Ja, ja, ja. En zo is het echt ontstaan. En zo blijft het ook. Maar je kunt je voorstellen, Rasmus, dit is altijd in Nederland ingewikkeld iets. Dan wordt er verdiend inderdaad aan zo'n ziekte. Als ik bij jou tel dat je 21 miljoen van die vakantietesten hebt gedaan, als ik het goed begrijp. Nee, geen 21 miljoen. Niet, hoeveel heb jij er gedaan? Geen idee. 25.000 per dag, toch? We hebben op drukke dagen 27.000 testen per dag gedaan. Wow. En jullie rekenen ze 39 euro voor een sneltest? Nee, dit zijn testen die door de. We moeten dus 2 dingen niet door elkaar halen. Ja. We doen testen voor de overheid. Dat zijn testen voor je reis, die kunnen mensen boeken. Daar krijg je zo'n code voor. Daarna. Juist. Ja. Ja. Nou, okay. Alle testen die je bij ons doet, die kan je in de Corona Check App zetten. Okay. Ja. Maar dit gaat via een overheidswebsite, kunnen mensen inboeken. Alleen in de maanden juli en augustus. Testen voor je reis. Ja. Ja. Maar bij die testen moet je je ook laten testen als je gevaccineerd bent? Die testen die kopen wij dus in.
Maar moet je ook testen als je gevaccineerd bent? Naar sommige landen wel. Want heel veel mensen zijn nu gevaccineerd. Ja, ja, het ligt aan het land waar je naartoe gaat. Maar op het moment als je gevaccineerd bent, kan je nog steeds het virus bij je dragen en aan iemand anders overgeven. Aha, ja. Het vaccin zorgt er alleen maar voor dat je doodziek ervan wordt. Maar zullen we wel heel even terug nog... Ja, ik snap je te vragen, maar terug naar het geld ook nog. Ja, dat vond je interessant. Dat vond ik eigenlijk wel interessant. En je nog een vraag had hoor, Frits. Je zat te rekenen. Ja, en ik dacht, zonder zeg maar gesteggeld te krijgen over de precieze aantallen... gaat heel veel geld in om. Ja. Laten we dat de conclusie doen. Er gaat veel geld in. Miljoenen. Hebben jullie al miljoenen verdiend? Nou, wat is verdienen? Omzetten of verdienen? Nou ja, verdiend. Het jaar is nog niet over, dus we moeten de balans nog op gaan maken. Ja. Wat denk ik belangrijk is... Kijk, we hebben... Maar Rasmus, gewoon even... Wil je, niet elkaar je wilt het geval hebben, toch? Ja. Ja, okay. Heel makkelijk. Ik doe 150 testen per dag. Per locatie. Nou, daar moet je voor investeren, mensen neerzetten en je dingen doen. Nou, als vergoeding ongeveer moet je denken aan zo'n... 12 euro voor een antigentest en 25 euro voor een PCR-test. Nou, dat is wat het is. Nou, dat is toch niet zo ingewikkeld? Oké. Die hebben als je 25.000 per dag doet... Ja, maar dat doe ik helaas niet. Maar jij doet het Tim. Nee, maar is een groot verschil. Nee, maar even, Tim, die even uitspreken. Ja. Ja. Hangt altijd, Siewert van Dien hangt altijd boven zo'n tafel... Ja. Dat je niet over een paar weken of een paar maanden zo'n bericht krijgt van... stiekem heb je er 20 miljoen mee verdiend. Dan is het net te gek. Ik snap het. En ik vind het een hele goede vraag. Nee, dat snap ik. Ik vind het een hele goede vraag. Wij hebben 2000 mensen in dienst. Siewert denk ik niet. Wij hebben 100 panden waar we huur voor betalen. Ja. Ja. We hebben een opslag waar echt mega veel voorraad staat... van handschoentjes tot desinfectie. Als het morgen stopt, zitten we ermee. Ja. Winst is een gevolg van risico. Dat risico heb ik eerst met 1 teststraat gelopen... en dat heb ik uitgebouwd naar 98 testlocaties in heel Nederland. Dat is een serieus grote onderneming geworden... En daar voel je ook van. Nou ja, en sowieso zijn wij volgens mij de laatste die er iets op tegen hebben als mensen geld verdienen. Maar dit is natuurlijk de zweem die er omheen hangt. Nou, ik ben heel erg blij dat ik de mensen. Vind je dat vervelend? Nee, helemaal niet. Want ik ben heel erg blij dat de mensen in mijn omgeving, die eerst ZZP-schipper waren, die kon ik gewoon zeggen, weet je, heel veel mensen mogen niet vaak ook. Maar ik kon gewoon zeggen, weet je, hier heb je een auto, rij naar Friesland, haal die buisjes op, hier heb je een coolbox. Veel jongens uit de horeca inderdaad. Wat deed je? Ja, ik stond achter. En GGD. Oké, maar toch, we blijven nog even kijken. Vind je het goed? Ja. Oké, laten we even kijken. Want er is ook kritiek natuurlijk op die teststraten geweest... op de kwaliteit van, ook op die van jou. Laten we even kijken. Dit is de testlocatie waar ik ben geweest. Waar ik binnen 24 uur de uitslag zou krijgen. Maar die heb ik dus nooit gehad. Ja. En uiteindelijk? Heb ik een nep-uitslag gehad waarmee ik kon reizen. Ik heb vrijdagmiddag om 4 uur die test gedaan. En geen antigenetest, maar een PCR-test. Ik krijg een uitslag van een antigenetest... die ik op zaterdag zou hebben gedaan, waarvan de uitslag een half uur eerder was dan de test is gedaan. Zo staat het op papier. Ik kon gewoon de tijden aanpassen. Ik kan gewoon van alles doen. Dit is heel bijzonder. Het is een nep resultaat. Maar ik kan er ook nog van alles mee. Ik kan hem voor iedereen nu maken die een negatief resultaat wil. Leg even uit. Ja. Ik vind het wel handig. Ja, nee, ik zal even uitleggen. trouwens, jammer dat jullie het stuk hierna niet laten zien... want daar heb ik namelijk voor de camera helemaal uitgelegd... wat er aan de hand is geweest. Je zit hier! Ja, daarom zit ik. Ja, wat er aan is gedaan, daar is een fout gemaakt. Klaar. Al onze medewerkers die controleren of iemands paspoort klopt... als daar iemand een foutnummer heeft genoteerd of een fout telefoonnummer... kunnen wij dat aanpassen. Dus wij hebben inderdaad bij onze testlocaties onze medewerkers... die hebben de mogelijkheid om een certificaat aan te passen. Dus dat is een open document. Deze medewerker die heeft een fout gemaakt. Deze persoon heeft de uitslag niet gekregen. Die is daar boos om geworden. Misschien had ze een verkeerd e-mailadres. Misschien had ze een verkeerd telefoonnummer. Maakt niet zoveel uit waarom ze de uitslag niet heeft gekregen. Zij is verhaal gaan halen op een bepaalde manier... dat ik dus op die locatie nu een beveiliger daar heb staan. Oh. Ja, ja. En die medewerker heeft zich daar in een bepaalde positie gevoeld. En die heeft gezegd, ik ga het uitzoeken. Nou, die heeft teruggezocht... wat die uitslag is. En die heeft een open document gestuurd. Ja, dat mag natuurlijk helemaal niet. Maar als dit de enige is op die miljoen testen... Jij zegt, dit is een incident op al die... Dan vind ik het helemaal... Dan gaan we er snel ook weer overheen stappen. Ja. Want we hopen natuurlijk toch ook dat dit straks dan eigenlijk niet meer nodig is, het testen, toch? Hoe houden jullie daar rekening mee? Of hopen jullie dat nou stiekem eigenlijk wel? Voor mij mogen we de Delifrance wel weer open, hoor. Dus, Oké. Ja, maar hebben jullie al wel plannen klaar liggen voor als we straks niet meer in de testsamenleving? Ik ben net anderhalve week bezig. Ja. Hij zit er al een jaar in. Ik zou het niet weten. Nog niet over na. Maar jij doet dat met de gok dat dit nog wel even bij ons blijft. Nou, we hadden sowieso ruimte over. Nogmaals, ik zat ook met te zoeken dat ik ook een keer ergens de plek kon krijgen. Nee, dat had ik niet. En toen dacht ik, nou, ik vind dit wel leuk om ook mensen te ontzorgen. Want in een heel huis heb je dus maar 1 teststraat. Dat zijn wij.
Als voorbeeld. Ja. En voor jou, ja, 2000 nou, mensen in dienst, ja, kan ineens klaar zijn. Ja, nou, daar zijn we wel vol mee bezig. Ik heb mensen aangenomen die alleen maar op product development zitten. We zijn op dit moment bezig met SOA-testen, waar we merken dat er... Want dat is, na corona gaan we allemaal weer aan elkaar zitten. Dat wordt een nieuwe groei. Nou, ik heb SOA's. Het zijn een paar dingetjes waar ik mee bezig ben. Een van die dingen is SOA's. Ik merk dat daar gewoon, in ieder geval in de LHBT-community, daar is heel veel vraag naar. Ja. De GGD's laten dat een beetje liggen. En ik denk dat er een hele grote markt is in de toekomst om mensen preventief te testen op vitamine en supplementen. Ja. Dus dat kan ga ook je ooit nog rondvaartbedrijven runnen? Of dit is nu het... Ja, ik heb een heel goed team om me heen verzameld. Okay. En de mensen die doen het hartstikke goed in die bootjes varen nu elke dag. Super. Gelukkig dat ze weer varen, inderdaad. Ja. Dank jullie wel en heel veel succes. We gaan zo praten met Frits Spits over zijn radioprogramma De Slapelozen, gebaseerd op een Vlaams format. Ja, hij is er. Dat is François, mijn vriend. Hij gaat ook laat slapen. Zie, nu doet hem teken. Het is een spelletje, hè. Maar nu eerst, oxycolon en fentanyl. Miljoenen Amerikanen zijn verslaafd aan deze opiaten. Een rechtszaak tegen grote farmaceuten die deze zware pijnstillers verkopen resulteerde in een megaschikking van $26 miljard. Dit soort taferelen kennen we in Nederland niet. Maar deze gevaarlijke medicatie kent ook hier steeds meer gebruikers. Ja, te beginnen met Albert de Haan, hoogleraar anesthesiologie. Even dat probleem duiden van hoeveel mensen aan de pijnstillers zitten. Om te beginnen in Amerika. Ja. Gigantische schikking dus. Of in Amerika zijn het miljoenen mensen. Ja. Dat leidt tot grote problemen. In tegenstelling tot Nederland zijn de problemen anders. Er zijn in Amerika 500.000 doden gevallen, waar vorig jaar al 92.000 alleen aan dit probleem. In 2020 92.000 doden alleen door de voornamelijk illegaal op straat verkregen fentanyl. Ja. Dat is een heel groot probleem in Amerika. Nederland is een heel ander land. Wij hebben een veel minder groot probleem. Het is wel zo dat... als we terugrekenen, 2018 hadden we ongeveer 1 miljoen, ietsje meer dan 1 miljoen gebruikers. 2019 nam het al wat af. Tijdens de corona-epidemie in 2020 is dat verder afgenomen. De reden daarvan is minder geopereerd, dus minder voorgeschreven. Ongeveer 3% minder. Dus ik denk al met al, als je kijkt naar chronisch gebruikers, dat dat wel toegenomen is. Begrijp ik ook wel in die moeilijke periode. Maar opiaten zijn gevaarlijke geneesmiddelen. Want het punt is, bijvoorbeeld je bent geopereerd... daarna schrijft de arts zo'n pijnstiller voor... en dan kun je dus heel snel verslaafd raken. Je raakt eraan gewend en je wil hogere doses. Nou, verslaving, je kan eraan verslaafd raken. Niet iedereen raakt eraan verslaafd. Je moet daar een bepaalde predispositie voor hebben. Genetische predispositie voornamelijk. Ja. Dus ik schat zelf in Nederland dat 10-20% van de bevolking... verslaafd kan raken aan de opiaten... Er zijn heel veel mensen die het best goed... Het zijn echt aantallen, hè? Het zijn grote aantallen, maar er zijn ook mensen die het goed doen op opiaten. Ik ben zelf absoluut niet tegen het gebruik van opiaten. Zeker niet als de indicatie juist is. De indicatie voor potente, sterke opiaten is perioperatief. Je benoemde dat al, zowel tijdens de operatie als daarna. In de kankergeneeskunde wordt het gebruikt. En ook bij een acuut event, zoals als je je been breekt, als je een auto-ongeluk krijgt. Maar als je het dus over chronisch gebruik hebt, dan lijkt dat dus ook, bleek uit een rondgang van RTL Nieuws ook, lijkt dat dus in Nederland ook toe te nemen. Tom Verhaar, je hebt onder meer een auto-immuunziekte, waarvoor je dus ook dit oxycodon slikte. Daarvoor drie jaar verslaafd geweest, inmiddels afgekikt. Kun je ons eens meenemen in zeg maar, wat er dan met je gebeurt? Want is het dus dan zoals bij een aspirine, dat je dan... ik heb hoofdpijn, dus ik neem twee aspirines en mijn hoofdpijn is weg. En dat is het? Het is verlichting van de pijn? Of doet het iets anders met je? Het neemt je pijn weg. Op een bepaalde manier, het eerste pilletje wat je neemt. Het neemt je pijn weg. Je komt in een roes. En die roes die voelt voor sommige mensen heerlijk. Dat zijn, voor jou? Ik vond het heerlijk. Vanaf mijn hoofd stond, stil en ik was in een andere wereld. En vooral toen ik in het ziekenhuis lag. Toen lag ik aan de pomp. Ja, dan lig je daar heerlijk te chillen in het ziekenhuis... en je drukt op het knopje en de volgende morfine-stoot komt er weer in. Ja. En is er maar vervolgens kom je uit het ziekenhuis vandaan en dan ben je wel verslaafd. Ik wel in ieder geval. En hoe merk je dat dan?
Je merkt het aan dat je van je dag wordt korter. Zeg maar om 8 uur 's morgens had ik mijn portie van 3 uur 's middags al op. Je gaat steeds sneller, net als dat iemand die heroïne gebruikt, je gaat steeds sneller scoren. Je bent steeds sneller op zoek naar dat gelukgevoel. Het geeft je een gelukgevoel. Je pijn is weg, dus je voelt je gelukkiger. Maar aan de andere kant ben je niet gelukkig, want je ligt als een dood vogeltje op de bank. Ja, is dat ook het gevolg ervan? Dat je dus inderdaad niet meer op de manier kan functioneren zoals je gewend bent? Je functioneert helemaal niet meer, want je hebt nergens zin meer in. Je doet de gordijnen dicht en ik vind het wel prima. Ja. Maar jij zit ook echt wel op een hoge... Want ik las dat jij een dosis had van ongeveer... Nou ja, mensen die het nooit hebben gebruikt, die zeg maar nuchter zijn... die kunnen met 5 milligram toe. En jij gooide er gewoon 44 keer die hoeveelheid in op een gegeven ogenblik. 220 milligram op een dag. Ja. Langwerkende. Je hebt nog een verschil. Je hebt langwerkende. Ja. En je hebt kortwerkende. De kortwerkende geven je echt een goede roes. Dus die slikt ik kijkt er nog steeds een beetje vrolijk bij. Ja, maar je bent verslaafd en dat blijf je. Ja. Dus je... Maar goed, iemand zei op een gegeven moment, stop daarmee. Of zei dus dat net zelf? Net als een alcoholverslaafde of wat dan ook. Nou, mijn vrouw die zei op een gegeven moment van... Je stopt er nu mee. Want? Ga weer scheiden. Ga weer weg. Je zoekt het maar uit. Want je leeft gewoon met een junk in huis. Ja. En was je huisarts, het moment om te stoppen? Ja. Sorry, dat was het moment om te stoppen dat jouw vrijheid. Dat was mijn wake-up call. Ja, ik wilde haar niet kwijt. En, ik had zoiets van, is het zover? Toen ben ik hulp gaan zoeken. Ja, en dat is heel moeilijk. Want dan kom je bij... wat ga je doen als eerste? Je gaat verslavingsklinieken bellen. Hmm. Wat wel belangrijk is om heel even, denk ik, duidelijk te hebben. Ja. Je zou dan nu kunnen denken dat dit illegaal verkregen is. Maar dit ging allemaal via de huisarts dus. Dus je kan onder toezicht van de huisarts verslaafd raken aan een pijnstiller. Hoe werkt dat dan? Dat werkt op die manier dat je naar de controle gaat, naar de chirurg. En die zegt, de pijn is er nog steeds, ook al slik ik dat. Mm. Dan verhogen we het. En elke week bel je huisarts op, want je krijgt het wekelijks voorgeschreven. Mm. Elke week bel je gewoon de receptenlijn en je spreekt het opnieuw in. Dit klinkt toch, professor, dit klinkt onverantwoordelijk. Kijk... Ik vind dat iedereen het recht heeft om zonder pijn te leven. We hoeven niet in pijn te leven. Dat staat voorop. Maar je moet natuurlijk niet dit soort hele krachtige, mogelijk verslavingwekkende opiaten chronisch gaan gebruiken. Dat lijkt me heel logisch. Die huisarts had dit niet mogen doen. Nou, ik weet niet of die huisarts... Ik ken de situatie verder niet. Maar ik zou zelf voorzichtiger zijn met het voorschrijven van dit soort middelen. En zeker niet bij niet-kankerpijn dit chronisch voorschrijven. Maar ik kan me ook heel goed voor... We hebben natuurlijk nu wel een groot probleem met mensen die hier dagelijks van gebruik maken. Ja. Daar moeten we een oplossing voor zoeken. Dat begrijp ik ook heel goed. En ja, dat is een probleem. Ik wil heel even mijn huisarts mag verdedigen ook. Want mijn huisarts heeft wel diverse malen het gesprek met me gevoerd. Van, wordt het geen tijd om af te gaan bouwen? Ja. Ja. En dan zei ik, komt wel. Nou ja, en dan komen we bij jou, Stefanie. Ja. Door een chronische alvleesklierontsteking heb je ook jarenlang pijnstillers gebruikt, nog steeds. Besefte jij meteen hoe zwaar die medicatie was? Oei, het wordt wel gezegd door de arts. Ik ben achteraf wel van mening, laten we zeggen... Ik ben 8 jaar geleden ziek geworden, dus het is al een tijd geleden... En ik was een stuk jonger, ik was 21. Dus ik denk ook dat ik de gevolgen minder besefte. Ik denk, het wordt je wel gezegd... maar sowieso vind ik dat als patiënt moet je ook meer onderzoek doen. En ik merk, ik heb een blog voor mensen die chronisch ziek zijn... dus ik spreek ook veel mensen die ziek zijn. Ik merk dat er heel weinig onderzoek gedaan wordt door de mensen zelf... naar wat ze slikken, wat het inhoudt. Dus ik vind dat daar ook een stukje verantwoordelijkheid ligt... maar ik denk niet dat ik dat besefte in de hoeveelheid dat ik het nu achter... Maar ik moet wel even erbij zeggen, ik gebruik het niet als snoepjes. Nee. Dat wil ik wel duidelijk hebben. Nee. Maar je gebruikt wel CRCV? Ja, maar dat was ook echt omdat ik gewoon hartstikke ziek was. Ja. Dat is wel echt heel ernstig. Hoe ben je er, want je bent aan het afbouwen. Ja, klopt. Ben ik heel trots op. Hoe is dat gelukt? Doorzettingsvermogen. En je kopie erbij houden. Ik ben altijd heel bewust geweest dat... ik had chronische alvleesklierontstekingen. Ik heb meer dan 45 alvleesklierontstekingen gehad... die tussen de 2-3 weken tot 4 maanden per keer duurden.
En het gevolg daarvan is dat je elke keer, wat meneer ook zegt, je krijgt elke keer een nieuwe basis. Dus op het moment dat je een nieuwe ontsteking krijgt, dan is dat niet meer genoeg en moet je dus meer gaan gebruiken. Dat is ook hoe ik dus zo hoog gekomen ben. Maar het afbouwen ervan is hartstikke zwaar. Is het echt te vergelijken met echt afkicken van de drugs? Ja, want het, ook al wordt het als medicijn ingezet, het blijft hetzelfde middel. Dus het is echt geen sinecure. Nee. Je krijgt echt cold turkey, hè? Nou, echt zweetaanvallen en alles erbij. Hè? Het is echt serieuze... Is dat ook waarom jullie hier dan zitten om misschien het verhaal te vertellen dat mensen zich dat realiseren? Nou, ik vergelijk het met van als je een pakje sigaretten koopt. Daar staat er zo groot op, een foto van longen. Daar staat er zo groot op, rook is dodelijk. Ja, maar er zijn hoop maar op een hoop mensen. Maar op een doosje Oxycodon zit een heel klein geel stikkertje van drink er niet bij en rijd er niet bij. En er zit een bijsluiter in, waarvan je, wat ik niet eens kan lezen met mijn leesbril. Dat is je waarschuwing. Maar bij roken heeft het ook niet echt geholpen. Hè? Tenminste, het heeft. Nee, maar mensen blijven roken. Het is natuurlijk altijd je eigen verantwoordelijkheid. Ja. Maar je krijgt van een arts krijg je ook niet te horen van. Ja. Luister, jij krijgt dit medicijn. Ja. We gaan het je tijdelijk geven. Pas ermee op. Ja. Ja. En dat is dus wel de moraal van het verhaal, dat er misschien beter naar gekeken moet worden. Wordt daar aan gewerkt? Tuurlijk wordt er aan gewerkt. We werken er echt heel hard aan. Ik zit zelf in een consortium. Een samenwerksverband tussen onze eigen universiteit in Leiden, in Utrecht en in Nijmegen. Het heet het TAPTOE Consortium Tackling and Preventing the Opioid Epidemic. Helemaal gericht om het A te begrijpen en B te voorkomen. Ik wil nog één opmerking maken over de oxycodon. Kijk, het probleem van die oxycodon is, het is zo ontzettend lekker. Maar er zijn veel meer opiaten. Mm. En wij schrijven zelf amper nog oxycodon voor in de chronische setting. Dus gebruiken we tegenwoordig andere opiaten die dat lekkere gevoel, wat meneer zo heel goed beschrijft, niet hebben. En het is nog altijd wat anders dan dat fentanyl waar heel Amerika van op zijn kop staat. Fentanyl is een heel ander probleem. Dat kennen we gelukkig niet in Nederland. Ja. Ik moet zeggen dat lekkere gevoel dus juist nooit lekker gevonden heb. Ik vond dat eigenlijk echt verschrikkelijk. Dus in die zin was dat denk ik ook een van de redenen dat het voor mij makkelijk was om mentaal te zorgen dat ik er mentaal niet verslaafd aan werd. Het probleem is in ieder geval dat het makkelijk of moeilijk weer vanaf te komen is. Dus dat je beseft waar je aan begint. Ja. Dank jullie wel. Met alles en dank jullie. Waar de een de nacht ziet als een monster, raakt de ander juist verrukt door het donker. In het nieuwe NPO Radio 1-programma De Slapelozen zal Frits Spits aan de lijve ondervinden hoe het is om 5 nachten op rij slapeloos te zijn. En ik zie al een diepe zucht. Ja, nou, ik zie er wel enigszins tegenop. Ja? Ja? Ja, jawel. Maar ik vind het ook wel, het is een heel mooi... mooi programma. Het is gemaakt door in België al. Het heet Slapelozen en wij maken dat een beetje na. Het basisidee komt geloof ik zelfs uit Engeland. Het is een innige omhelzing van radio en televisie. Mm-hmm. En dat vind ik mooi. Want er komt een tv-programma later. Er komt een tv-programma. Ja. Dus ons programma is als het ware de grondstof voor het televisieprogramma. Maar je zit in een studio in Hilversum toch niet in zo'n met neonbuizen verlichte ruimte? Nee, ik denk wel dat er sfeerverlichting is. Je moet s'nachts ook altijd rekening houden met licht. Wij praten bijvoorbeeld met een chronobioloog. Ik heb ook allemaal termen leren kennen die ik... Een chronobioloog. Ik wist niet dat bestond. Nee, ik ook niet. Maar die houdt dus de... Je bioritme in de gaten. En ook hoe je het verschil werkt tussen licht en donker. Ja. Er is zoveel over te zeggen. En zoveel mensen hebben te maken met niet kunnen slapen. Met slapeloosheid. Het zijn 5 miljoen mensen, heb ik begrepen, die er wel eens mee te maken hebben. En 1,5 miljoen voor wie het chronisch is. Die dus echt niet kunnen slapen. Ja. En na het overlijden van mijn vrouw slaap ik ook slechter. En dan is het soms een gevecht met de digitale klok die op mijn nachtkastje staat. Die in rood naar mij knipoogt. En dan is het nog maar 1/2 uur verder. Dus dan, het is heel moeilijk om dan weer de slaap te pakken. En er zijn dus wel methodes om dat te verbeteren. En met die mensen die daar verstand van hebben, praat ik. Want ruim 20% van de Nederlanders die ervaart inderdaad slaapproblemen. En dat bij de Vlamingen legden ze dat in dat programma waar u al het over had. Dan legden ze dat ook vast, dus insomnia. Ja. Ik droom niet van een huisje, tuintje. Ik droom daar niet van. Ik droom van de weg.
Hier slaap ik het best. En mijn vrachtwagen. Veel beter of in de woning. Ik doe dat nu al 9 jaar. Het enige nadeel is, ja, je kan niet echt rollen. Nee. In de woning rolt van links naar rechts. En van rechts rolde weer naar links. En je stopt een keer in de min. En in de vrachtwagen, dat lukt niet. Nee. Maar toch, dat is hier het best. Vind ik. Ja, hier zie je dus iemand die een probleem of die een oplossing daarvoor heeft gevonden. Gewoon lekker knus. Maar ja, we zien in het programma dus ook, dat filmpje bedoelt ik eigenlijk, hoe dat voor mensen, wat voor impact dat heeft op hun leven. Ja, ja. Heel de dag ben ik een heel vrolijke, opgewekte meid. Maar vanaf de nachtval, dan begint dat al lichtjes te malen. En ja, eens dat je dan in bed stapt, is het eigenlijk om zeep. Mijn vriend is heel vaak weg 's nachts. Dat is eigenlijk mijn grootste probleem, dat ik in die nacht alleen met mezelf lig en met mijn gedachten. 'S Nachts ligt je gewoon uren met je gedachten. En zeker dan als er dromen of nachtmerries bijkomen, wordt dat een hele vreemde wereld, vind ik. En die start vanaf dat je in je bed ligt en die eindigt vanaf dat je moet opstaan. Het heeft echt een aparte sfeer, hè, die nacht. Dat sowieso, natuurlijk. Met die taal van nu, als u dit zo ziet. Hoe zou u dit omschrijven, die nachtwereld? De nachtwereld is... ik vergelijk het wel eens met een kostuum dat je binnenste buiten draagt. Dus het is de andere kant die je ziet van het leven. En de meeste mensen slapen, en dat is maar goed ook. Mm-hmm. Want dat hoort zo. Maar sommigen kunnen dat niet. En die zoeken dan toch de ruimte van de nacht om bijvoorbeeld liedjes te schrijven. Wij ontvangen een liedjeschrijver, Robin de Bok. Wij ontvangen een nachtfotograaf, die echt Misha Keizer is dat. Die schitterende foto's maakt, 's nachts. En die ook de nacht nodig heeft om die foto's te maken. Dus het is niet alleen maar kommer en kwel. Maar we praten natuurlijk ook met mensen voor wie het een groot probleem is. Die niet in slaap kunnen vallen. Is het troost? Of denk je dat je ook mensen... Ik kan leren slapen misschien? Ja. Is er genezing? Ja, ik denk wel dat... Ik heb inmiddels zoveel gelezen, Jort. Dat ik denk dat ik weet... Als jullie straks thuis komen, dan hebben jullie dit programma gepresenteerd. Dan werk je dus op het top van jouw... kunnen en je moet... dat mag ik toch hopen. Ik probeer het. Ik weet niet of de Jort ook is. Maar dan kom je thuis en dan ga jij niet meteen slapen. Dat kan niet. Nee, zeker niet. Glaasje wijn. Maar je moet het afbouwen. Ja, zeker. En ik heb zelf heel lang met het oog op morgen gepresenteerd op de radio. En voordat ik sliep was het 3 uur. Ja. Want al die programma of al die gesprekken, die blijven gewoon in je kop zitten. Ja. Een van de deskundigen noemt dat de gedachtentrein die door je hoofd davert. Dus wat wordt aangeraden is voorzichtig te zijn met het licht 's avonds. Ja. Niet te veel meer op je scherm te kijken. Ja, dat is blauwe licht. Is niet dus de mensen die nu televisie kijken, die hebben een groot probleem straks als ze willen slapen. Want dat is te veel licht. Ja. Je moet ook proberen te ontspannen. Dus dat je niet te veel nadenkt over problemen. En dan zou... Het is zo makkelijk gezegd, hè? Ja. Want dat denkt iedereen als hij wakker ligt. Nou ja, en anders gewoon rustig naar de stem van Frits luisteren. Ja. Die dus niet alleen maar over slapeloosheid praat... Maar ook juist praat met mensen die genieten van de nacht. En dat hebben ze ook in België gedaan. Even kijken naar een bakker. Dat kennen we toch? Dat is leuk. Ja. Ja. Mijn lichaam heeft nog nooit gezegd dat ik 8 uur moet slapen. Dus als het moe is, dan wordt er geslapen. Als het niet moe is, wordt er altijd iets gedaan. Samen met je vrouwtje werken. Is toch leuk? En ik doe dat eigenlijk wel graag. Van de natuur zijn verplicht van slapen. Het is een beetje verloren tijd. Familiefeestjes valt er soms, Chris. Dat is waar. Ja. Op ieder familiefeest hebben ze een foto waar dat een bakker ligt te slapen. dat is feit. Ja, dat is echt een prachtig man. Hè? Ik hoop ook met een bakker te kunnen spreken. Ja. Want die staan dus 's ochtends om 3 uur op.
Die gaan brood bakken. Die zijn om 8 uur klaar. Want wij willen allemaal om 8 uur dat brood in huis hebben. Mm-hmm. En dan moet die nog de administratie doen. En dat, je hebt maar geen idee. Ik vraag me af dat als je dan zo heel weinig... Ik ken veel mensen die dan zeggen, ik slaap maar 3 of 4 uur. Nog, of je niet een keer die man met een hamer krijgt. Gewoon nodig hebt nog die slaap. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je slecht slaapt... Tenminste, ik merk dat. Als ik slecht geslapen heb, dan ben ik de volgende dag minder fit. Ja. Mm. En dan ben ik ook wat chagrijniger. En dan kan ik veel minder dingen hebben. Dus een goede nachtrust is echt heel erg belangrijk. Maar ja, overdag kan slapen, dus dat je van de nacht kan genieten... en een echte nachtliefhebber wordt, dan zie je ook hele mooie dingen, hè? Dat is toch wel die nacht, dat hele sfeertje eromheen. Ja, die nacht. Daar hoort ook muziek bij. Vroeger heb ik een programma gehad, dat heette De Achternacht. Dat is heel lang geleden, hoor. Maar we draaiden dan altijd, als het echt licht werd... draaiden we Morning Has Broken van Cat Stevens. Ja. Juist altijd op dat moment. En voor dit programma heb ik ook Nederlandstalige muziek uitgezocht... die de sfeer versterkt van... Als kijkers tussen 2 en 4 uur luisteren de komende week... dan horen ze de mooiste Nederlandstalige muziek. Kom maar op met de mooiste. Nou, ik zal... Moeten we misschien ook een beetje... Ligt een beetje... Maar stel dat wij straks de Westergasfabriek verlaten... en we kijken om ons heen en we zien het glinsterende water... en we zien het glanzende asfalt... en dan horen we de stem van Ramses Shaffy. Vanaf 2 uur, vanaf maandag weer te horen. Zondag. Zondag begin je al. Ja. En dan lekker slapen, hè. Morgen zijn we er weer, want dit was het voor vanavond.